Een hele goede middag en leuk dat je weer kijkt naar het Scorenboekjournaal. We hebben naar aanleiding van de afgelopen keer ontzettend veel oplossingen binnengekregen en daar zijn we heel erg blij mee. En we gaan nu dan ook meteen live naar het veld om te kijken of dat er iets bruikbaars tussen zit. Hartelijk bedankt voor jullie oplossingen. We hebben hier een hele stapel met goede ideeën. We gaan ze allemaal proberen. Misschien helpt het om heel lief te zijn voor de boeken. Groetjes Martijn. Laat maar los, lieve boekje. Dit was heel erg leuk. Dit werkt niet. Helaas, hij zit nog muurvast. Misschien kun je ze loskrijgen met gereedschap. Het helpt vast. Groetjes Inke. Kom op, boeken loslaten. Wat een koppig boek is dit. Ik geef het op. Ook dit werkt niet. Laten we maar stoppen. Zijn er nog andere ideeën? Probeer eens om ze gewoon te lezen. Groetjes Maya en Monique. Dat we daar niet eerder aan gedacht hebben. Dit werkt ook al niet. Ik dacht echt dat dit de oplossing was. Dit is echt een saai boek. Probeer dan deze eens. Deze is voor jou. Misschien vind je dit boek wel leuk. Goed idee, want dit boek is niks voor mij. Hé, je boek is los. Inderdaad, hoe kan dat nou? Vond je het een leuk boek? Ja, echt te gek. Dan is dat de oplossing. Je moet boeken lezen die je leuk vindt. Fijn dat het gelukt is. Onze trainingen zijn gered. Gelukkig zeg, heel fijn dat de boeken nu uiteindelijk los zijn van de grond. Alleen, we weten natuurlijk nog steeds niet hoe het komt dat ze uiteindelijk vastgeplakt zaten. Nou goed, daar gaan we nog heel eventjes voor op onderzoek uit. Jullie heel veel plezier met lezen en hopelijk vinden jullie ook allemaal een boek dat echt bij je past.